Goedemorgen. Wat is er? Ik kan u een vraag stellen en ik wil dat je eerlijk bent, oké? Ja. Wat is dat dan met die Steven? Wat is dat met die Steven? Ja, zeg, ik heb zijn pep talk wel gezien zijn op schoolfeest. Wat is hij van plan? Wat zeg je? Tina, ik heb jullie overal aan het zoeken geweest op schoolfeest. Ja. En ik zie jullie daar ineens staan met hem in de leraarskamer. Ik bedoel, die stuurt constant berichtjes naar u. Heb ik wel ogen in mijn kop, hè? Die zit achter u. Maar we zijn bij collega's en die pep talk. Ik was kei zenuwachtig voor die speech en Steven heeft mij een beetje moed ingesproken, dat is alles. Dat is al. Hij is verliefd, ja. Maar dat is niet waar. Tina, zeg. Hij raakte nu constant aan, hij kwam aan uw haar. Dat doet het toch niet zonder, hè, als collega's? Nee. Nee. Hm. Begint me niet over iets anders, hè? Je overdrijft. Ik overdrijf juist niks. Weet je wat ik nog het ergste vind? Dat jij dat precies oké vindt dat hij je zo familiair doet. Jij vindt dat precies present. Maar echt, je ziet spoken. Ja, oké, Steven en ik, we komen overeen en begrijp mij. Wij praten ook echt veel met elkaar, maar dat is ook alles, zeg. Sinds wanneer ben jij zo achterdochtig? Ben je jaloers? Ik ben juist niks jaloers. Het is gewoon niet tof dat je gast om een vrouw ziet. Oh, echt. Je kunt hem nog beter bij wie blijven. What a beautiful day. Waarom zit jij en de papa van Nina eigenlijk uit in huwen? Waarom vraag je dat? Zomaar. Mag ik dat niet weten misschien? Jawel. Omdat het niet goed zat tussen ons, zeker. Nina was niet gepland. Was een ongelukske. Het beste dat mij ooit overkomen is, maar toch. En dat maakte alles heel definitief. En ik begon te twijfelen aan Jeroen, aan ons als koppel, aan alles. Een anti-bindingsangst. Misschien. Het is toch ook moeilijk om zeker te zijn. Dat is hem. Ik weet niet. Ik dacht ooit dat ik zeker was. Dat is helemaal fout gelopen, dus ik ben er nu wat voorzichtiger in geworden. Is daar misgegaan? Hij is verongelukt. Ush. Voor ons kot. Juist voordat we gingen samenwonen. Ik wil niet vergelijken, hè, man. Ik heb ook vaak gedacht dat ik nooit nog iemand ging vinden, gelijk Hilde. Maar we hebben daar kunnen over praten. En als ze ziek werd, ventje, zei ze tegen mij, je moet voort met je leven. Eerste jaar goed pleiten. En dan wil ik dat je gelukkig wordt. Ze was er zo heel nuchter in. Het is niet omdat het voor mij stopt, zei ze, dat het voor jou ook gedaan is. En dat kwam zo binnen, hè. Maar ik wou niemand anders dan Hilde. Maar nu, zoveel jaar later, heb ik het gevoel van, ja, ze heeft gelijk. Maar Hilde gaat wel altijd dat plekje in mijn hart, dat speciaal plekje in mijn hart blijven houden. Maar dat wil niet zeggen dat er geen plaats is voor iemand anders, hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Ze gaat nog wat over voor mij, hè? En, ça va? Ça va. En een goede zondag gehad? Oh, niks speciaals. Je toch niet zitten werken? Zo schoon weer dat was. Nee,
Nee, maar ik heb nu wel nog veel werk, dus. Ja, ik wou nog zeggen, je hebt dat echt wel goed gedaan zaterdag, hè? Allee, ja, ik wist dat je dat kon. Merci. Zeker? Ja, ik lieg ook niet graag tegen haar. En hoe gaan we dat aanpakken? Gaan we dat samen vertellen of ga ik het aan vertellen? Ik had misschien gedacht dat het beter was als jij dat alleen doet. Is goed. Vanavond. Vanavond. Hé, lieve schat. Zij zegt dat jij mij niet meer wilt zien. Dat jij zelfs niet wilt dat ik naar hier kom. Dat is niet waar. Waarom zegt hij dat dan? Vivian is Vivian. Ik had al beter niks gezegd tegen haar. Ja. Dus jij kunt niks over mij zeggen omdat madame aan de reporter is getrapt. Dat is echt wel de oplossing. Hoe laat komt ze thuis? Om 1 uur pas. Dus ik moet zien dat ik tegen dan weg ben. Ik snap echt niet dat je met zo'n man kunt zijn. Dat jij er ook nog maar... Ça va? Zet je wel rechter, kom. Zet je wel rechter. Hij drinkt iets. Zou jij niet beter gaan liggen? Goud in elke zaak over een verblijfsregeling. Hm. Dat is Sarons daar nooit iets over heeft verteld. Ja, die kon ook niet weten dat aan u ineens met in douche ging afkomen. Hè. Wat gaat u nu doen? Ik moet absoluut vermijden dat dat tot dat proces komt. Hm. Voor Anne is het probleem Saartje, duidelijk. Ja? Dus ik moet vermijden dat Saartje alleen is met Lucas. Mm-hmm. Dus ik wil ervoor zorgen dat de weken dat ik Lucas heb, dat ik s'avonds niet moet werken. Oké. Okay. Ja. Ik weet niet of dat genoeg gaat zijn voor Anne. Wel? En, dat weet ik, dus. En dat ik haar ook nog de zaterdag geef. Alle zaterdagen. Zodat ik alle zaterdagen kan werken, dat ik mijn schulden sneller kan afbetalen en dan heeft zij hem een beetje meer. Wow. Wat denk je? Ja, meneer, dat is een keigoed voorstel. Ja. Als ik Anne zou zijn, ik denk wel dat ik mij erin zou kunnen vinden. Hey, als je dat goed uitwerkt en als ja, je echt kunt aantonen op de momenten dat Lucas bij u is, dat jij en alleen jij ervoor zorgt. Ja, natuurlijk wel. Dan ga je alleen de zondag overhouden. Zondag tot vrijdag, ja. Maar ja. Het is echt niet fair, dus, man. Ja. Maar ja, het is dat of het is misschien niks, dus. Klopt hij Herman van Springel in de spurt. 2 jaar later rijdt hij de tegenstand op een hoop. Ik denk dat ik eens naar huis ga. Mag ik nog tijd? Ik zie dat we veel tegen elkaar te zeggen hebben.
Ik ben niet zo'n prater, hè, dat weet je. Dat weet ik. Ik heb ook mijn eigen niet gemaakt. Dat weet ik ook. Moet jij nog iets hebben om thee te drinken? Nee. Hou je goed. Verzorg je goed. De volgende. Weet jij dat nog, die vijver van onkel Jos? Ja. Ik zou er graag nog eens naartoe willen. Heb jij morgen iets te doen? Ja. Oké. Ja, zo snel mogelijk, hè. Lijkt me het beste. Goed, super, bedankt. Tot binnenkort, meester. Ja, dag. Oké. Hij vond het een goed voorstel. Dus hij gaat proberen de advocaten van Anne te bereiken om ermee samen te zitten en kan snel gaan. Super. Zalig. Wat is het? Niets. Kan je het zeggen tegen mij? Nee. Nee? Ja, dat verliefd, hè? Ah, jij bent verliefd. Ja. Ja? Maar ja, dat is toch goed? Dat was helemaal niet de bedoeling. Dat is eigenlijk gewoon voor de seks. En... Dat maakt toch helemaal niet uit? Wie is het? Ken ik hem? Nee. Nee? Wat is zijn naam? Hans. 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 Het is een beetje ingewikkeld. Hoe dat? Hij is een beetje ouder dan ons. Bah. Dus hij is wijzer. Hij heeft een dochter. Ja, jij ook. Ja. Maar die van hem is 23. Echt? En mijn baby zit, en mijn buurvrouw, en mijn vriendin, die helemaal van niks weet. Hij gaat het daar vanavond vertellen. Ja. Ja, dan moeten we een nieuwe babysit zoeken, hè. Zeg, maak me niet zenuwachtig. Ik weet ook niet of wij een relatie hebben. We hebben het daar helemaal nog niet over gehad. Ziet hij dat wel zitten met Ina? Waarom kan het nooit een keer gewoon gemakkelijk gaan? Oef, dat zou ook maar saai zijn, hè. Gemakkelijk is het toch nooit? Geniet er maar gewoon van. Dat komt wel in orde. Ja? Zeker. Hey. En je raakt wel door je werk? Ja, het is nog veel, maar het zou wel lukken. Er hangen nog wel lampionnen en vlaggen buiten aan de bomen. Ik kan die weghalen. Geen goesting om even mee te helpen? Nee, maar ik heb echt nog veel werk. Dus... Je zit hier al zo lang in deze kot. Ik heb nee gezegd, Steven. Oké, ik ga mijn werk hier voortdoen. Wat is dat eigenlijk? Je doet zo afstandelijk. Ik helemaal toch niet afstandelijk? Jawel. Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik iets verkeerd gezegd? Nee. Maar... Je weet ook dat we eigenlijk wel goed overeenkomen. Ik vind eigenlijk heel tof. Maar dat is andere mensen ook al opgevallen. Nee, en dan? Er is toch niks mis mee? Ik wil wel professioneel zijn. En je weet hoe snel dat mensen een oordeel hebben. Ik zou het niet willen dat ze denken dat ik u voortrek of zo. Of erger. Maar wat bedoelde je ermee? Ja, dat ze denken dat er misschien meer is tussen ons. Ja. Als ik dan voor mezelf spreek, dat is ook wel zo. Het is toch ondertussen duidelijk voor u dat ik iets voel voor u? Nee, het stopt. Stop er gewoon mee, echt. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen. Ik wil u zo'n dingen niet meer horen zeggen. Ik zou het appreciëren moest ze mij nu gewoon laten voortwerken.
Zeker dat je niks moet hebben? Nee, merci. Mijn papa komt straks. Hij wil praten. Ik denk dat hij lief heeft. Ja, die zat dit weekend echt met zijn hoofd in de wolken en de hele tijd op zijn gsm en aan het lachen. Allee, echt precies een verliefde puber. Is toch leuk voor hem? Ik weet niet, ik vind het wel raar. Je wilt toch dat je papa gelukkig is? Mijn papa is gelukkig, die heeft daar geen nieuwe vrouw voor nodig. Ik kan toch ook meevallen? Misschien is dat een kei toffe. Ik wist dat dat ooit ging gebeuren, dat mijn papa iemand anders ging hebben, maar ik kan me dat gewoon niet inbeelden. Mijn papa met een nieuwe vrouw. Ik wil dat niet zien. Wat gaat die vrouw dan doen? Een beetje mama komen spelen over mij? Hij is er bijna. Ik zal u laten weten hoe dat is geweest. Ja. Salut. Salut. Ja, ja, ik zal zien dat hem zeker warm genoeg is aangekleed. Ja. Ja, en bedankt dat ik u daarvoor mocht bellen. Ja, voor u ook nog een fijne avond. Dag. Wie was dat? De oncoloog van mijn vader. Oei, alles oké? Ja, ja. Wij gaan morgen vissen. Vissen? Ja. Kun jij dat? Nou, dat wist ze nog niet van mij. Nee. Ja. Onkel Jos, dat is de broer van mijn vader. Die heeft een visvijver ergens aan de Hollandse grens. Met een chaletje en zo. En wij gingen er elk jaar naartoe. En mijn vader heeft me daar leren vissen. En hij vroeg me er straks of we er nog naartoe konden gaan. Dus ik heb even bij een oncoloog gecheckt. En die zag er geen probleem in. Dus wij zijn morgen weg. Allee. Wat zegt Vivian ervan? Oh, die weet dat niet. Die is morgen weg met een paar vriendinnen. Je ziet dat zitten. Zo een hele dag alleen met je vader. Ik ben er jaren niet meer geweest. En ik heb er wel mooie herinneringen aan, dus ja. Allee. Vissen. Met je vader. Ja. Hallo. Mijn vriend, hoe was het? Goed. Wat gaan we eten? Scampi's. Oh, mag ik meehelpen? Nee, 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 kom. Ga maar boven nu juist wat maken. Hup. Oeh. Naar boven. Hup. Is ze vroeg thuis? Nou, tof, dan ga ik ook. Ja. Lekker. En hoe was het op het werk? Gewoon, hè. En bij u? Is Louise boven? Ja. Je gaat gelijk oversteven. Wat oversteven? Nadat ze hem gevoelens heeft.
Ik wist het, hè. Echt waar, de vale kloot. Ja. Ik heb het nog zo gezegd. Bart, zeg kalm, oké? Okay? Laat me even uitspreken. Ik ben heel duidelijk geweest tegen hem. Dat hem zich niks in zijn kop moet halen. Oké, okay? Jij bent mijn man. Jij en niemand anders. Die gevoelens zijn niet wederzijds. Dus ik wil dat hem afstand neemt. Je hebt echt gezegd. Ja, en ik meen dat ook. Hè? Dus je moet je geen zorgen maken. Je moet niet jaloers zijn. Oké? Okay? En ik dacht misschien kunnen we vanavond eens vroeg naar bed. She says she's leaving the city. She can't stand the cold. She's off to her mother's cause she's getting old. Oh, the Snake Valley sun is more than warm enough. Not a bad place to rest as she falls out of love. All I want for you is to be okay. From Florida to Boston and off to LA. You know that I worry about you all day. It's so hard being here. Time. And nothing is impossible in my heart.